Dames en heren, van harte welkom. Het is 3 over 4, seizoen 4, aflevering 4, operatie interview. Goed dat u er bent, in zulke extreem grote getalen weer op deze zondagmiddag. Het blijft een bijzondere situatie dat er een coronavirus nu in een ziekenhuis is uitgebroken, maar dat wij de minister van Gezondheid hebben. Dat wil wel zeggen dat er eigenlijk een andere minister over gaat. Dat u niet denkt, god, is iemand zijn taak aan het verwaarlozen. Dames en heren, het programma Operatie Interview voor de mensen die voor de eerste keer zijn, is een uniek programma in die zin dat u namelijk een volledige inkijk krijgt in de machinekamer van de interview. Hoe bereidt een interviewer zich voor op een interview? Wat is zijn strategie? Waar wil die naartoe? Hoe probeer je datgene te ontfutselen, op tafel te krijgen wat je bedacht? Maar ook, hoe ga je om met een gast die een ander antwoord geeft dan je wellicht gedacht hebt? Dan moet er geïmproviseerd worden. En u ziet het allemaal direct live gebeuren. Dames en heren, hoog tijd om onze gast die aan die kant zit, inmiddels hoop ik staat, die gaan we introduceren. En in de ruimte hiernaast zitten de 3 interviewers. Die zien op een groot scherm alles wat hier binnen gebeurt. En zo direct pas als we onze gast geïnstalleerd hebben, ga ik die aan u voorstellen. Maar eerst ga ik u voorstellen aan de gast van vandaag. Dames en heren, 42 jaar geleden geboren als domineeszoon in Bruinesse, oftewel Zeeland. U ziet hem daar rechts met de cirkel omheen. Een gezin van 5 kinderen. Hij ging naar de PABO en werd op zijn 22, u hoort het goed, adjunct-directeur van een school in Rotterdam. 4 jaar later ging hij werken voor de Tweede Kamerfractie van het CDA. In 2010 werd hij wethouder onderwijs, jeugd en gezin te Rotterdam. En hier ziet u een foto die een paar jaar later is. In 2017 kreeg hij de baan van vicepremier. En die baan kreeg hij via de partijleider, de heer Haarsma Buma. Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd hij dus vicepremier. Hij gaat op werkbezoek. En ik mag wel zeggen, dames en heren, heel veel werkbezoeken. Let u op. En als u op internet gaat kijken, ziet u nog honderden van deze foto's. Hij staat bekend niet alleen om zijn welbespraaktheid, maar ook om zijn shiny outfits en onder andere zijn wekelijkse bezoek aan de zonnebank. En de meest prominente vlogger van het kabinet. Dames en heren, graag uw applaus voor de minister van Volksgezondheid, vicepremier van het kabinet, Hugo de Jonge. Ha. Ja, komt u mee? Die plek is voor u. Ja. Ja, ik heb het maar even tegen gezegd, dat mensen natuurlijk toch denken, ja, de minister van Volksgezondheid. Ja. Ja, maar u heeft een collega die dat de verantwoordelijkheid verdraagt, hè? Corona bedoel je? Ja, ja. Ja, zeker. Bruno is in charge. Juist. Absoluut. Ja. Juist, juist. En u wordt een beetje bijgepraat af en toe wel? Ja, af en toe. Af en toe. Als ik hem niet op een talkshow zie, dan bel ik hem. Ja. Want ik heb je al een uur niet in een talkshow gezien. Ja. Hoe gaat het? En dan word ik even bijgepraat weer. Ja, zeker. Is er reden voor paniek? Nee, er is geen reden voor paniek, maar wel voor alertheid. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. We laten dit even los, omdat daar dus iemand anders mee bezig is. U kwam aanlopen hier, het Leidseplein, wandelde u op met uw woordvoerder. En u stelde zich eigenlijk de vraag, waarom heb ik hier ook weer in hemelsnaam ja tegen gezegd? Nou ja, dat is waar. Kijk, ik ben gewend me nogal grondig voor te bereiden eigenlijk voor de dingen die ik doe. Control freak? Ik ben wel een control freak, ja, ja, dat denk ik wel. En nou, dat probeer ik dus nu ook te doen. Toen dacht ik, nou, eerst even je verdiepen in waar zou het over kunnen gaan. Nou, ja, dat is moeilijk te doen, want geen idee waar het over zou kunnen gaan. Wie dan? Wie gaat je dan interviewen? Ja. Ook geen idee. Nee. Dus nou, ja, dat, in die combinatie is het wel lastig om je voor te bereiden. Ja. Dus ja, dat voelt heel onnatuurlijk. Ja, ja. Maar ik heb bewust ja gezegd, dat wel. Oh ja, waarom? Nou, ik dacht, weer eens een keer wat anders. Ja. Maar goed, we zullen straks zien of het een verstandig idee is. Is er iemand waar u zegt, toch, die hersenen die blijft natuurlijk maar malen en dan gaat u denken, wie zullen dat zijn en waar zal het over gaan? Is er iemand van die denkt, oh, dat zou wel heel leuk zijn als die direct binnenkomt? Nou, maar als ik nu een naam noem, is de rest beledigd. Zeg maar. Nee, hoeft helemaal niet, hoeft helemaal niet. Vast protocol. Het kan alleen maar verkeerd aflopen, toch? Zeker, maar doet u toch even, wie zou het wel ontzettend... ik zou Joost Eertmans zou ik leuk vinden. Echt waar? Ja. Toch, hij werkt nog steeds bij Radio 1, toch? Of niet? Nee. Oh, niet? Oké. Okay. Nee. Nou ja, dan gaat het waarschijnlijk niet door. Volgens mij is hij druk bezig met het selecteren van kandidaten voor de Forum voor Democratie. Oh, dan volgens mij zit hij ook nog in ieder geval in de Rotterdamse gemeenteraad. En hij had me pas uitgenodigd rond kerst. Hij maakte zo'n interviewserie rond kerst. En toen kon ik niet. Dus ik dacht, nou, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. En het vaste protocol is dat ik u dan natuurlijk ook de belanghebbende vraag moet stellen. Wie zou u toch wel heel vervelend vinden als om de hoek komt zeilen? Ja, die hoort erbij. Die doen we altijd even. Ja. Ja, maar ook deze vraag kan alleen maar verkeerd aflopen. Zeker, zeker. Ja. Vandaar toch nog een keer diezelfde vraag. Wie zou toch wel... Nee, eerlijk gezegd, nee. Het is 12 minuten, dat is eigenlijk met iedereen uit te houden, zou ik denken, toch? Ja. Dat is per interview, toch? Ja. Ja.
ik denk dat dat wel goed komt. Weet u wat, ik heb gisteravond ben ik natuurlijk een beetje gaan googlen en YouTube en dat soort dingen. En toen probeerde ik eigenlijk, nou niet hele interviews met u af te luisteren, maar gewoon echt lukraak om een soort beeld te maken. Ja. Weet u waar u ontzettend goed in bent? Is af en toe gewoon te praten, maar eigenlijk niks te zeggen. Ja, dat is een gave. Dat hoort ook bij de politiek, want je kan niet altijd vrij uitpraten. Je hebt allemaal met belangen te maken. Ja. Maar u bent er wel heel erg goed in. Nou ja, ik weet, dit is zo'n compliment waarvan je, als je het aanpakt, dan ja, weet je dat valt het niet helemaal handen. Precies. Ja. Nee, kijk, soms moet het. Soms kun je niet alles zeggen, dat klopt. Dat is een beetje merkwaardig natuurlijk aan ons vak. Je wilt graag eerlijk antwoord geven. Nou, doe je het een keer. Zoals bij Jinek over die zonnebank, hebben we daar nog jarenlang plezier van ook. Ja. Maar je wil graag eerlijk antwoord geven. Even tussendoor, doet u dat dan nog steeds, die wekelijkse zonnebank? Nou, niet wekelijks, dat zei ik ook toen niet, volgens mij. Maar zei ik toen twee wekelijks. Ik weet niet, een paar keer per maand, dat probeer ik wel. Ja, dan twee keer, ja. Ja. Oké. Ja. 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 Nee, maar even, wat ik interessant vind ook, want ik zeg het ook met een bepaald ontzag. Welkom, kom binnen. Ik zeg het ook met een bepaald ontzag, want u laat altijd wel de indruk achter dat u bent eigenlijk vrij benaderbaar. U heeft ook een gevoel, straalt u uit. Dus u weet mensen wel een heel... impact is niet het goede woord, maar u kunt... Laat ik het anders vragen. Als u een interview ingaat, ja. Bent u iemand die het gewoon over zich heen laat komen en reactief bent? Of zegt u, pak ik ook de regie? Ja, je probeert van tevoren altijd te bedenken, wat is het verhaal wat ik graag wil vertellen? Ja. Kijk, dat natuurlijk, uiteindelijk is een interview wordt gemaakt door twee mensen. Dus een interview gebeurt ook in zekere zin. Ja. Maar je probeert altijd wel van tevoren, en daarom is dit ook zo'n ongemakkelijke setting, toch al van tevoren te bedenken, wat zou je graag over willen brengen? Wat wil je dat de boodschap is die op zijn minst blijft hangen? Dat, ja. En all the rest eromheen, dat kan ook dan nog gebeuren, maar dat je in ieder geval wel die boodschap overbrengt die je zelf ook wilt overbrengen. Dat probeer ik wel. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar dat probeer ik altijd wel te doen. Ja. Nogmaals, dat maakt deze setting ook. Is het een interview bij spreken ook een gevecht of is het een dans? Is het een vrijage? Wat is het voor u? Nou, dat hangt een beetje af wie de interviewer is ook. Nou ja, soms heeft het inderdaad iets heel duellerigs, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Maar dat hangt af van de manier waarop... Wanneer komt u het best tot uw recht en welk type interview? Ik denk wel, als ik enigszins word uitgedaagd, word ik wel beter. Denk ja, ik. Word ik scherper, dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Als het al te kabbelend gaat. En dus ook als je van tevoren onvoldoende voorneemt van dit moet mijn boodschap zijn. En daarom, nogmaals, is dit zo'n ongemakkelijk voorbeeld. Als je namelijk onvoldoende voorneemt van tevoren, is ook de kans groot dat je je laat meevoeren. En dat je alle kanten opkabbelt. En dat kan gewoon niet. Dat kun je gewoon niet altijd veroorloven. En als er nou een interview niet die kant op gaat dat u wilt, u zegt, god, die boodschap die ik voornemens was, of de manier waarop, of waar we misschien wel naartoe wandelen, bevalt me niet. Wat zijn uw strategieën om dat tijd te keren? Nou, dat probeer ik gewoon sierlijk en liefelijk probeer ik dat toch wel bij te sturen. Ja, hè? Ja, die neiging heb ik wel, ja. 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 Ik ben razend benieuwd. Ik durf te zeggen dat wij drie totaal verschillende interviewers hebben. Ik denk dat het voor u ook meemaakt dat u drie keer totaal anders zou reageren. Bent u er klaar voor? Ik wel. Nou ja, kun je er ooit klaar voor zijn? Dat is natuurlijk dat is toch het liedje. Met deze ongemakkelijkheid ga ik u naar de operatiekamer brengen. Gaat u voor? Gaat u voor? Gaat u voor? Ja, we hebben muziek voor u. Gaat u zitten? Ja. Gaat u zitten? En daar zaten we het volgende. Wij vragen altijd, in dit geval natuurlijk via de woordvoerder even, wat er bij passende muziek is. Ja. Maar het overleg was zodanig met de woordvoerders dat wij ons afvroegen, is het nou de keuze van de woordvoerders of die van u? En dat kunnen we testen door het aan te zetten en of u dan wel of niet meezingt bepaalt door wie het gekozen is. Nee, maar ik weet hoe het ging. Want we zaten namelijk naast elkaar in de auto. En toen vroeg Martijn aan me, je moet een nummer uitkiezen. En toen stond dit op, Solomon Burke is het, met de dijk. Holland Tide. Ik dacht, klein stukje. Dat is schitterend. Holland in midnight hour, new day power, Sunday breaking. Holland Tide. Heel mooi. Niks meer aan doen. Koptelefoon op, we komen vanzelf bij je terug. Goed. Beetje volume mag een beetje, hè? Niet te karig vandaag. Ja? Ready? Go. Goed, dames en heren. Dan is het hoog tijd, want ze zijn inmiddels achter de deur komen te staan. Om de drie journalisten aan u voor te stellen. De eerste is een absolute duizendpoot en alleskunner. Van cabaretière, modeontwerper, columnisten tot schrijver en politiek activisten. De Rotterdamse kent Hugo de Jonge van zijn tijd als wethouder in Rotterdam. En zij legde hem vaak de vuur tegen de schenen aan. En dat had alles te maken met haar column in het Algemeen Dagblad. Zij werd 17 jaar de columniste van het beroemde Radio 2-programma Spijkers. Dames en heren, all the way van Rotterdam, Carrie Jansen.
De tweede vind ik extra leuk, omdat ik al van jongs af aan een groot fan van haar werk ben. Denkt u aan programma's als Herexamen, Het Zwarte Schaap, Vroege Vogels, maar ook BNW Café. Sinds jaren ook een van de meest gevreesde dagvoorzitters als het om een medische congressen gaat. Dames en heren, Inge Diepman. En de derde was jarenlang correspondent in Amerika en is een aantal jaren, sinds een aantal jaren de chef politiek van NRC Handelsblad. Dames en heren, Guus Valk. Daar zit ik. Ja? Je zit ook in de volgorde eigenlijk. Ik ga trouwens aan dit hoekje zo. Hebben jullie, jullie gaan eigenlijk nu je strijdplan aan mij, vooral aan deze mensen, openbaren. Ja. Carrie, we gaan met jou beginnen. Ja. Aardig is dat je mij, wij spraken elkaar natuurlijk voordat we begonnen. En je hebt op je hand heb jij wat staan. Ja. Wat staat er op je hand? Een vraagteken. Ja. En voor wie is dat, dat signaal dat dat bedoelt? Dat is van de man thuis. Want die zei, je moet niet vergeten dat het wel een interview is. Dat je niet tegen hem begint. Ja. En dan een hoorcollege geeft wat je graag wil dat hij van nu af aan gaat doen. Ja. Dus, Nou heeft ze dat net al gedaan, hoor. Dus, ze zit al wel in de, nu zit je al wel een beetje in de vraagstand. Want je hebt al kunnen spuien daar. Ja. Maar hoe zou jij jouw relatie met hem omschrijven? Ik vertrouw hem in zijn hart. Ik vertrouw hem ook in zijn inzet. En ik zie dat het beleid wat hij zegt te doen, dat niet lukt. Dus ik wil weten waarom dat niet lukt. En jouw onderwerp is de jeugdzorg. Ja. En het aardige is, we hadden jou al een hele tijd geleden benaderd voor dit programma. En toen heb jij meteen gezegd, ik wil het alleen daarover hebben en anders kom ik niet. Ja. Wat maakt dit onderwerp voor jou? Dat is heel verdrietig. Ik werk als sociaal advocaat, heb heel veel met jongeren te maken. En vooral voor de jeugd GGZ zijn de wachtlijsten zo lang en is gespecialiseerde hulp eigenlijk niet te krijgen. Waardoor je de meest verdrietige dingen meemaakt, ik zal maar zeggen zelfmoord op 11-jarige leeftijd. En dat er dan anderhalf jaar wachttijd is voordat dat gebeurt. En dan denk ik, dat kan niet, want we hebben er allerlei dingen voor bedacht. Er is een hele nieuwe jeugdwet, er is een actieplan geweest, is van alles. Dus waarom kan het nou nog steeds niet lukken? En dat vind ik wel zijn schuld. Dus ik ben wel een beetje boos. Ja, toch. En ik zou zeggen, laat dat de vrije loop zo direct in 12 minuten. Heb je ook een plan de campagne? Wat is je strijdplan? Ik ga vragen stellen. Maar heb je ook daar een strategie bij? Ja. Ik ga hem ook wel een beetje slijmen, dat ik inderdaad wel zeg dat ik hem vertrouw en dat ik ook denk dat dat zo is. Maar ik ga hem ook wel een beetje teasen van hoe kan het nou dat je alsmaar roept dat het wel in orde komt. Hij heeft nu weer een nieuw plan, weer een stelselwijziging houdt groep. Ja. Want een van de jeugdzorg, dat was natuurlijk wat een grote transitie geweest. En dat ging uiteindelijk naar de gemeentes toe. Maar dat ging eveneens even gepaard met een flinke bezuiniging. Er was ons als burgers beloofd dat het allemaal beter, efficiënter en beter zou worden. En jouw conclusie is hard dat niet het geval is? Nee, het is dramatisch slecht. Maar, het is nog nooit zo slecht geweest. Maar hoe logisch is het dat de minister van Volksgezondheid hier dat gaat zeggen? Ja, daar heb je gelijk in, Carrie. Het is niet goed. Nou, ik denk wel dat hij gaat zeggen dat ik gelijk heb. Want zo praat hij altijd. Dus hij begint onmiddellijk van, nee, daar heb je echt gelijk in. Maar we zijn toch ook bezig dat. Dus dat is zijn strategie. Hij beweegt een beetje mee en dan... Ja. En dan probeert hij het weg te sluizen. Dat is denk ik wat hij wil. Maar wat dat betreft weet ik wel hoe het zit. Dus ik kan wel zeggen, maar er is toch net weer een vernietigend rapport. Succes. En wat je ziet, is dat hij was toen die gemeente in de wethouder was hij, de gemeentes moeten het doen. En nou zit hij in Den Haag en nou zegt hij, nee, Den Haag moet het weer gaan doen. Dus dat is ook een beetje plusje. Mooi, succes zo direct. Inge Diepman, bij jou was aardig ook even, dat toen bij jou spraken, zei ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat het interview moet worden, waar het over moet gaan. En ineens zei je... Ik weet nog steeds niet. Nee. Toen hadden we het over waar het dan over zou gaan en wat mijn mede-interviewers zouden zijn. En toen zei ik, nou, geef mij dan het persoonlijke gedeelte. Ja. En vervolgens ben ik nog meer gaan lezen over hem. En ik weet het nog steeds niet. Ja. Dit is heel raar voor mij, want het grappige is dat als ik Hugo zo net in die kamer daarnaast zag en die zei, ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk, want meestal weet ik wel wat ik wil en waar ik naartoe moet. Dat heb ik met hem ook. Ik weet het niet met hem. Weet je, hij is... Wat jij ook zegt. Het is een man die met hele goede bedoelingen veel doet en veel kan.
Maar hij zegt niet zoveel over zichzelf. Ik weet niet precies wat mijn ingang is. Dus ik ga vissen, maar ik kan niet vissen, maar ik ga vissen. Ik moet vissen naar wat de rafelrand is aan hem. En dat in 12 minuten, terwijl ik niet weet waar ik naar moet vissen. En ga je als strategie ook gebruiken dat je bijspreekt wat je mij nu vertelt, dus jouw waarneming vanuit waar je die vraag gaat stellen, gaat vissen. Ga je die ook aan hem vertellen van tevoren? Dat weet ik eigenlijk ook niet, maar dat past wel bij mij, want ik bereid me wel voor. Maar het kan heel goed zijn dat ik die kant oploop en totaal iets anders komt er uit mijn mond. Oké. Okay. En dat heeft, serieus, dat heeft heel vaak te maken met, misschien gebeurt er namelijk wel iets met Carrie, waardoor ik ineens denk, daar moet ik op ingaan. Dit is heel instinctief ook eigenlijk wat je beschrijft. Je laat je instinct ook leiden van hoe je gaat vissen. Nee, er zitten wel allemaal aasjes in mijn hoofd, maar ik heb geen idee welke ik ga uitgooien. Omdat ik het bij hem niet van tevoren, het is niet, zal ik maar zeggen, een kranteninterview van anderhalf uur en je zoekt naar, waar zit het er dan? Waar zit zijn tegenslag? Waar zit zijn rafelrand? En dan heb je anderhalf uur en dan op een gegeven moment zeg je, ja, dit is het. Hm. En dan kan je erop doorgaan. Dat weet ik niet. Ik ken hem ook niet, dus ik heb wel eens te maken in mijn huidige werk met Bruno Bruins, maar niet met hem. Dus we hebben ook eigenlijk geen connectie. Dus ik weet ook niet of hij mij kent. Ik weet niet of achteraf nou slim was om te zeggen, ik pak het privégedeelte wel. Maar ik weet het gewoonweg niet. Maar wat interessant maakt, is natuurlijk dat hij natuurlijk waarschijnlijk ook zo direct, als hij door jou geïnterviewd wordt, dat hij het vrij snel voelt dat hij niet in een vast parcours meegenomen wordt. Dus hij zal gaan participeren in het gesprek, meer dan dat hij leidzaam een interview ondergaat. Ja, of daar wil je hem toe uitdagen, neem ik aan. Ja, dat weet ik. Maar het kan ook zijn, dat is niet negatief bedoeld hoor, maar what you see is what you get bij hem. Okay. Dat is Hugo. Ja. Nou, vandaar dat ik enorm veel aas meegenomen heb, maar dat het best kan zijn dat ik gewoon niks vang. Razendspannend. Succes met vissen zo. Ja. Guus Valk, fijn dat je ook bij ons bent. Wat ga jij doen? Nou ja, ik vind het wel spannend trouwens. Het lijkt me wel een leuk experiment. Dat de geïnterviewer en interviewer elkaar niet kennen. Niet eens weten dat ze elkaar laat staan dat ze weten waar ze het over gaan hebben. Laat staan waar het over gaat. Ja. Maar, bij het zwarte schaap wist ik het vaak wel. Maar dan ging het ook totaal de andere kant op. Dus, mijn interview zal heel anders worden. Het zal politiek worden. De politicus Hugo de Jonge. Zoals we weten, CDA-kroonprins. Hè? Zo zouden we hem kunnen noemen. Ja. Maar ook natuurlijk een van de gezichten van een partij, eigenlijk nu zonder leider, zonder gezicht. En dat zie je aan een soort zwalkende koers bij het CDA, soms een beetje flirten met boze boeren, dan weer de bestuurderspartij spelen. En die twee gedachten waar het CDA op hing, zie je ook soms een beetje bij Hugo de Jonge terug. Dus het leek me leuk om daarover te hebben. Ja. Nou is natuurlijk die mogelijke kandidatuur voor het partijleiderschap, die hangt al maanden boven de markt. Ja. Daar hebben ze ook duidelijk een genoeg in om dat zo met z'n tweeën, met Wopke Hoekstra, boven de markt te laten hangen. Ja. De kans dat hij dat in Amsterdam, in de Bali, bekend gaat maken, is niet heel groot, toch? Ah, wacht maar, Martijn. Ja. Wacht maar. Maar het zou zonde zijn. Wij spreken, we kennen ongeveer de retoriek die daarbij hoort. Ja, precies. Nee, het moet niet dat spel van, en gaat u, dan wordt het zo'n buitenhofje of zo. Weet je wel, gaat u het nou doen en waarom draait u eromheen? En, ik bedoel, we weten dat hij dan gaat filibusteren. Dus dan gaat hij met een heel lang verhaal komen over dat hij dat heeft hij al heel vaak verteld over dat hij nadenkt en of het passend is voor hem en of het land op hem zit te wachten, et cetera. Dus dat kan je inderdaad vrij kort afhandelen, ja. Maar even, wanneer is het interview voor jou geslaagd? Hebben je natuurlijk gewoon gevraagd om nieuws te maken, hè? Hoe maak je nieuws vandaag? Ja, ik vind nieuws één ding. Het andere vind ik, ik vind een interview geslaagd. Daarom is het wel spannend voor mij ook in 12 minuten, omdat normaal gesproken neem ik veel meer tijd. Maar als je op een bepaalde manier als het maskertje afvalt bij een politicus. Dus dat je iets laat zien. Het kan iets heel kleins zijn, iets heel persoonlijks, kan ook iets heel groots zijn. Maar dat je even laat zien van, oh ja, buiten zeg maar, het rituele dat een politiek interview soms ook heeft, zit er ook nog een kant aan die we nog niet kenden. Ja. Dan is het volgens mij geslaagd. En er zijn natuurlijk twee dingen, even toch ook, want je gaat op zoek naar een soort principiële scheidslijnen of grenzen die stelt. Ik moet denken aan eventueel samenwerken met Forum voor Democratie, wat nu in Brabant wellicht gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Hij heeft eerder ook een uitspraak gedaan die ver buiten zijn eigen portefeuille is over het aantal, dat er een maximum zou moeten zitten op het aantal mensen dat hier het land binnenkomen. Ga je dat soort grenzen verkennen om te kijken waar... Ik wil dat inderdaad met hem langslopen inderdaad. En ook kijken waar staat hij en waar vindt hij dat het CDA moet staan. En is het niet gevaarlijk dat het CDA nu zonder echte leider natuurlijk heel erg ten plooi kan vallen aan allerlei verschillende koersdebatten, et cetera. Er moet koers gezet worden. Ja, en de vraag is hoe hij dat gaat doen. Dank tot zover. Even nog Inge, wanneer is het voor jou geslaagd even? Wanneer is de vis-expeditie...
Nou, ik denk wel hetzelfde als wat hij zegt. Als je het gevoel hebt dat je daar zit en dat je denkt, hey, ik maak contact. Ja. En niet omdat hij daar gewoon heel goed antwoord geeft of zo, maar dat je ineens denkt, want dat kan je als interviewer hebben, dat je ineens in een soort vacuüm met z'n tweeën zit. En dat er contact is. Als dat zou lukken, ja, dan is het heel erg geslaagd. Maar ik weet niet of het bij hem lukt. Nou, ik kwam ik het vragen, omdat ik het bij jou, ik heb je ook wel vaak bij congressen aan het werk zien. Jij kan heel goed ook een ongemak laten ontstaan. Ja, je hebt soms wel eens, dat je in zo'n bubbel zit. Ik moet zeggen, ik word er best wel snel onrustig van. Maar bij jou, soms kan een ongemak ook leiden tot een echt contact, toch? Ja, absoluut, ja. Ja. Ga je dat inzetten vandaag? Nou, dat gaat dan allemaal vanzelf. Want ik wil echt mensen niet ongemakkelijk laten zijn. Dus nee, dat gaat dan waarschijnlijk. Soms kan het functioneel. Nou, nee, maar je hoeft niet bang te zijn voor ongemak. Dat is het. Dat is oké. Dus je hoeft niet, je hoeft als interviewer niet bang te zijn dat er iets gebeurt waarvan je denkt, oh shit, dit wordt raar gevonden. Of zo. Het kan best zijn, hoor, dat er iets gebeurt en de hele zaal vindt het raar. Ja, en ik niet. Met die laatste woorden gaan wij beginnen. Carrie, mag ik jou vragen? Want jij gaat de spits afbijten. Kom even hier een beetje met een dode hoek hangen. Na een keer of zeven ben je wel zat trouwens. Ja, hè? Ja. Verder een lekker nummer. Als u er klaar voor bent, zijn wij het ook. Ja, helemaal. De eerste. Ja. Kom hier. Hey. Hey, kijk nou. Hey. Hoi. Ha. Weet je nog hoe ik heet? Ja. Carrie. Ja, goed zo. Jansen, volgens mij. Ja, ja, Jansen. Ja, nou. Want dan gebruik ik nooit mijn achternaam. Nee. Nee. Hey, hallo. Hallo dan. Ja, waar ik het heel graag met jou over wil hebben is over de jeugdzorg. Ja. En dan specifiek de jeugdzorg GGZ, omdat wij daar al eerder contacten over hebben gehad en dat we al eerder hebben geconstateerd dat het niet allemaal prima loopt. Ja. Even voor jullie, want ik denk dat meneer De Jonge dat wel weet, maar het is jaarlijks zijn er 225.000 jongeren die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. En dat zijn kinderen van autisme tot suïcidaal, tot jezelf helemaal opensnijden, tot diepe depressies, tot nou, anorexia, je kan ze gek niet noemen. Mm. En die hebben dat nodig. Daar is op een gegeven moment een plan voor gemaakt. De jeugdwet hebben we in 2015 zou het komen en de gemeentes zouden het helemaal gaan doen. En daar waren we eigenlijk allemaal heel enthousiast over. Jij ook. En ik wil even een filmpje laten zien. Op dit moment is de jeugdzorg heel erg ingewikkeld georganiseerd. Een beetje bij de stadsregio, een beetje bij het Rijk, een beetje bij de gemeente, met allemaal verschillende wetten, met verschillende financieringstromen. Ja, en dat maakt het op dit moment heel erg ingewikkeld. Daarom is het ook zo goed dat vanaf 1 januari de gemeente verantwoordelijk wordt voor alle vormen van jeugdzorg. We kunnen nu eindelijk de zorg organiseren zoals we het zelf graag willen. Maar wat we vooral zullen doen is het stelsel van zorg voor de jeugd beter maken dan het was. Het wordt dus echt eenvoudiger en beter. Het wordt beter. Het werd beter. Ja. Wat was de droom? Ik denk dat de verwachting was bij de decentralisatie dat de versnippering, eigenlijk waardoor wij een stelsel hadden waarvan niemand echt eindverantwoordelijk was, dat we dat zouden oplossen. Voorheen had je eigenlijk 4 bestuurslagen die verantwoordelijk waren. Wat ik nog niet noem is de zorgverzekeraars. Zeker als het gaat over de jeugd GGZ waren het de zorgverzekeraars. De gemeente, dan had je de Rijk, provincie, ja. En je had het Rijk. Voor alle soorten van jeugdzorg was eigenlijk een ander verantwoordelijk. En daarom was het heel moeilijk om in gezinnen waar verschillende vormen van jeugdzorg nodig was, om dat daar bij elkaar te brengen. En, ja. En zeker omdat in veel gezinnen waar jeugdzorg nodig is ook nog eens heel veel andere vormen van zorg en hulp en ondersteuning nodig is, die dan ook weer allemaal anders belegd waren, was het heel ingewikkeld om die bij elkaar te brengen. En de hoop was, de wil was om een vereenvoudiging tot stand te brengen aan die kant. Mm-hmm. En ik denk een tweede, wat heel belangrijk was, om meer integraliteit tot stand te brengen. Ja. Dus omdat iedereen vanuit verschillende wetten en met verschillende petten op en verschillende loketten zijn werk deed, was het gewoon heel erg versnipperd. Ja, en maar het is, de wil was is het om dat gelukt? Integraler te maken. Ja, de wil, de droom was, maar er is het gelukt? Nou, daar is niet één antwoord op te geven, er zijn eigenlijk meerdere antwoorden op. Er is, ik wil er één. Ja, en toch ga ik, want meer nuance doet meestal meer recht aan de werkelijkheid. Dus ik ga er toch 2 geven. Het eerste is dat er veel is gelukt. Veel kinderen bijvoorbeeld die voorheen niet in beeld waren van de jeugd, zijn dat nu wel. Neem even de jeugd GGZ. Ik kom van Zuid, van Rotterdam-Zuid. In de Afrikanerwijk had je bijna geen jeugd GGZ.
Bijna niet. Heel veel wel in Hillegersberg en in Kralingen. Dat was echt niet zo dat de kinderen in de Afrikaanse wijk nooit jeugdgehechtheid nodig hadden. Kralingen. Maar dat is inmiddels is de toegang tot jeugd GGZ is wel degelijk versterkt. Je ziet ook dat veel meer kinderen, overigens nu wel echt maar... te veel meer kinderen toegang hebben tot jeugdzorg. Dat is één deel. Tweede is maar dat het is niet waar. Dit is niet waar. De praktijk is gewoon heel bitter. Het is op dit moment zo dat als je in Rotterdam 9 jaar bent en je hebt een posttraumatische stressstoornis en je moet geholpen worden en je wordt doorverwezen, dat je in november 2018 verwezen bent, dat je nu nummer 32 op de wachtlijst bent. Ah, dan maak je het wel heel generiek. Nee, dit is echt waar. Maar dit heb ik ook. Dit zijn de dingen die er gebeuren. Maar je vroeg, is het gelukt met die decentralisatie? Laat ik daar een paar dingen over zeggen. Ik denk dus dat er een aantal dingen wel degelijk gelukt zijn. Meer kinderen hebben hulp, dat is ontegenzeggelijk waar. 50.000 kinderen meer dan voor 1 januari 2015. Ik ga er zo ook nog iets nadeligs van zeggen hoor. Maar het is wel degelijk zo dat daardoor meer kinderen in beeld zijn gekomen. Tweede is, meer kinderen hebben verlengde jeugdhulp. Er zijn veel meer kinderen die verlengde jeugdhulp hebben na hun 18e. Er zijn echt wel dingen waarvan je kunt zeggen, nou daar heeft die decentralisatie echt iets goeds mee gedaan. Tegelijkertijd ben ik ook bezorgd. Ik weet niet of we helemaal dezelfde zorgen hebben, maar ik ben ook wel degelijk bezorgd, met name over de meer complexe vormen van jeugdhulp. Want wat we denk ik bij die decentralisatie onvoldoende hebben voorzien, is dat daar waar je aan de ene kant een vereenvoudiging hebt, namelijk in het aantal overheidslagen dat verantwoordelijk is, zie je aan de andere kant eigenlijk een toename van complexiteit. En waar komt dat door? Nou, bijvoorbeeld die instellingen die complexe vormen van jeugdhulp in huis hebben. Die instellingen hadden voorheen 1 of 2 opdrachtgevers en hebben daar nu tientallen gemeenten voor in de plaats, ja, die allemaal maar eigen eisen stellen. Voordat we het helemaal wijd gaan doen, vind jij serieus dat op dit moment dat het best goed gaat met de jeugdzorg? Nee, ik maak me zorgen, maar ik vind wel altijd dat je over zoiets complex altijd met twee woorden moet willen spreken. Dus je moet ook zien wat er wel degelijk goed gaat en vervolgens ook de vinger op de zere plek leggen, zodat je dat dan op kunt lossen. Ja, maar toen wij elkaar zeggen dat spraken, allemaal, dat het allemaal niks is, dat schieten we dan natuurlijk niks meer op, toch? Nee, nou ja, maar toen wij elkaar spraken in Rotterdam, ja, toen merkte ik dat jij niet wist hoe slecht het was in de praktijk. Dat er instanties waren die niet de juiste cijfers doorgaven. Ik schreef een stukje in de krant en ik zei, er zijn wachtlijsten hier, wachtlijsten daar, wachtlijsten daar, wachtlijsten daar. Jullie kwamen terug, met topambtenaar en jijzelf ook, met nee, die wachtlijsten zijn er niet. Want wat bleek, ze hadden het instroomlijsten genoemd en beheerlijsten. Maar die periodes waren er wel. Die wachtlijsten zijn niet korter geworden in Rotterdam. Echt niet. Ja, maar weet je, het is nou juist zo. Mijn manier van werken is dat als jij mij iets noemt, als jij in een column over iets schrijft waarvan ik verantwoordelijk ben en waar ik me ook verantwoordelijk voor voel, wat niet klopt, ga ik erachteraan. En dat, ja, doe ik nog steeds. Niet zozeer met jouw columns alleen, maar dat doe ik met alles waarvan ik zie. Die kan toch niet waar zijn, dat kan toch niet kloppen. Daar ga ik achteraan. Alleen de vraag die jij net stelt is, gaat het goed na de decentralisatie? Dan denk ik, nou, er is echt wel iets om je zorgen over te maken. Ik denk echt niet dat alle beloftes zijn ingelost, zeker niet. Niet voor niks heb ik zelf voorgesteld, en dat ben ik op dit moment aan het uitwerken, om in te grijpen in, ja, dat stelsel. Ja, dat weet ik. Dus, ja, goed, je zegt ja, dat weet ik. Maar ja, daar wil omdat ik het ook nog wel verder omdat over ik vind hebben, dat maar... we omdat ik vind dat we iets te repareren hebben. Omdat ik inderdaad me zorgen maak over of het wel echt goed gaat met die complexe vormen van zorg. Met name met die complexe vormen van zorg. Maar ik wil wel precies zijn in mijn antwoorden. Maar Hugo, als je nou kijkt, er is een vernietigend rapport geweest in 2019. Vernietigend. Dat wijkteams niet professioneel genoeg zijn. Dat het doorverwijzen eigenlijk niet lukt. Dat de GGZ bijna op slot zit. Dat je kan het allemaal opnoemen. Maar voordat je nou heel erg gaat terugverlangen naar vroeger. Neem even die bijk. Nee, dus niet dat ik terugverlang naar vroeger. Precies. Wat ik niet begrijp, en dat wil ik aan je vragen. Waar gaat het mis? Ik vertrouw je in je hart. Ik denk dat je hart hebt voor jeugd. Ik vertrouw je in je inzet. Ik denk dat je keihard werkt. Je komt uit CDA. CDA's kunnen besturen. Dus dat kan het niet zijn. Waar gaat het op mis? Nou, mag ik een paar dingen noemen waar ik me zorgen over maak en waar ik vind dat het misgaat en waar ik dus ook echt wil bijsturen. Het eerste waar ik wil bijsturen is dat ik die instellingen die voor de complexe vormen van zorg nu zorg dragen, dat ik die af wil helpen van die vermenigvuldiging van opdrachtgevers. Dus als al die verschillende gemeenten, als die allemaal verschillende eisen gaan stellen aan een instelling voor specialistische
zorg, dan is die instelling de hele tijd bezig met zich te verantwoorden aan al die verschillende gemeenten, op al die verschillende manieren. En die administratieve last, die komt linea recta bij medewerkers terecht. Ja, maar dat is de zorg. Je bedoelt zorgregio's. Dat er 42 zorgregio's gaan komen. Ja, maar die niet goed samenwerken. Nee, maar dat er zorgregio's gaan komen, dus dat die... Er komt weer een laag bij. Nee, er komt niet een laag bij. Tussen de gemeente en het Rijk komt nu weer een zorgregio. Kijk, er zijn al 42 regio's, maar die werken op dit moment onvoldoende samen. Er is zorg, bijvoorbeeld 3 milieuvoorzieningen. Jij kent ze allemaal. De 3 milieuvoorzieningen, de gesloten jeugdzorg, waarvan je kunt zeggen, die kun je eigenlijk ook niet op het niveau van die 42 regio's organiseren. Dus daar zul je als regio's ook samen moeten werken in landsdelen, om daarmee ook voor dat type vormen van zorg eigenlijk gewoon te zorgen dat ze daar zijn. En dat zijn toch niet de vormen van zorg waarbij je ook die integraliteit mag verwachten op het lokale niveau. Nee, maar dus het is een andere vorm van organiseren, het is een andere vorm van regelen. Ja. Ik denk dat dat niet genoeg is. Ik denk dat we weer een stelselwijziging krijgen dat het niet gaat helpen. Moet er niet gewoon een deltaplan komen? Moet er niet een Hugo de Jonge... geweldig Marshall-plan, maar dan Hugo de Jonge-plan voor de jeugd. Omdat het... Nee. Kijk, het is echt slecht. Dat zeg ik niet alleen. Er is een vernietigend rapport. Er wordt gezegd, het is eigenlijk... wil het niet lukken. En dat komt misschien helemaal niet door de decentralisatie, maar omdat er toen heel veel wegbezuinigd is. Maar waar schuurt het nu op? Wat kan jij als nou, ik denk dus betrouwbare... orde, rust en regelmaat aanbrengen. Aan de kant van het opdrachtgeverschap. Dus dat vind ik echt nodig. Ik denk als 355 gemeenten allemaal hun eigen eisen gaan bepalen, gaat dat echt niet goed. Zeker voor die instellingen die met meerdere gemeenten te maken hebben. Dus dat moet echt eenvoudiger. Tweede wat ik wil, is dat we gaan bijsturen op het tarief. Hè. Dus je ziet dat een aantal gemeenten, omdat ze gewoon krap zitten, financieel krap bij kas zitten, zie je dat een aantal gemeenten nogal aan het knijpen is geweest op het tarief. Je ziet ook wat dat doet aan de kant van instellingen. Ja. Dus daarom wil ik een algemene maatregel van bestuur, heet dat, om maar te dit bepalen zijn allemaal welke elementen... Dan mis ik nog het deltaplan. Vind je het niet zo slecht? Zeg je, ach, met een verfje hier en een dingetje, daar komt het wel weer goed? Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik waarschuw alleen wel, kijk, er is een aantal mensen dat zegt, je zou eigenlijk de decentralisatie moeten terugdraaien. Hè? En dan denk je, maar terug naar wat dan eigenlijk? Ik vraag niet om een stelselwijziging. Nee, jij niet, maar een aantal mensen vraagt daar wel om. Ik vraag wel om een andere manier van kijken. Om te zeggen van het is nu zo slecht eraan toe, hoe krijgen we de boel weer vlot getrokken? En ik geloof dan niet zo heel erg in dat ruzietje over de tarieven of een beetje meer samenwerken, dat het gaat worden. Ik denk dat er veel meer eigenlijk vuur uit jou zal moeten komen en dat er ingezet moet worden op een deltaplan. Een deltaplan, ik ben een Zeeuw, hè, dus een deltaplan heeft voor mij te maken met enorme overstromingen en zo, en met 1953. En weet je, ik vind al dat soort apocalyptische vergelijkingen als het gaat over de zorg, dat doet gewoon geen recht aan wat er door die 40.000 mensen die iedere dag in de jeugdzorg aan de slag zijn, wat er wordt gedaan en wat er wordt gemaakt in het leven van kinderen. Ik denk dat het wel moet en ik denk dat ik ook een hele mooie naam heb. En dat het moet heten als het jouw kind is. Want als het jouw kind zou zijn, en op zo'n manier moet je inderdaad niet geholpen worden. Ja. Gewoon niet geholpen. Ik heb een meisje, heeft zelfmoord gepleegd. De moeder wilde niet hebben. Of de moeder is dood, de vader wilde niet hebben. Heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Die zit nu op 1-op-1 begeleiding in Schakenbos. Er zitten nog andere 8 jongeren op 1-op-1 begeleiding. Dit is een raadsel. Hoeveel begeleiders zitten er op de groep? 1. In plaats van de 9 die er zouden moeten zitten. Zo erg zijn we eraan toe. Ja. Weet je wat het ingewikkelde is aan dit soort verhalen, Carrie? Ik moet nu echt gaan inbreken om de tijd. Zou u dat tegen alle protocollen in maar in 1 zin hier een antwoord op kunnen geven? Ik zal me inhouden. Kijk, wat het ingewikkelde is van al dit soort verhalen, in de jeugdzorg gebeuren hele erge dingen. En dat komt omdat gezinnen gewoon hele grote problemen hebben. En je kunt niet... Je kunt vervolgens niet 1 zo'n verhaal eruit pakken en te doen alsof dat pars pro toto is voor de jeugdzorg als geheel. Dat doet de jeugdzorg als geheel geen recht. En dat is het laatste woord. Daar moet ik echt nu gaan inbreken. Dames en heren, Carrie! Het is veel te kort voor 12 minuten. Het is veel te kort. Dankjewel. Dankjewel. Slokje water. Slokje water. Slokje water. Het is geen onderwerp voor 12 minuten. Huh? Hier moet je een uur over doen. Hangt van de lengte van de antwoord af. Sowieso. Ready to go? Ready to go. Nummer 2, komt eraan. Hi.
Nee, ik ben wel even je naam kwijt. Dat... Zie je wel? Ja, ja, zie je wel. Inge Diepman. Ik ken je van het Zwarte Schaap volgens mij, toch? Ben je dat? Nee. Oké. Okay, tenminste, dat ga je me nu vertellen of ik dat ben. Nee, helemaal niet. Schud even alles. Wil je me daar laten zitten? Volgens mij mag dat niet vanwege de livecam. Ja, ik wil me nergens mee bemoeien natuurlijk, maar... Nee, niet. Ik dacht, nou ja, dat kun je... Schud even het vorige gesprek van jou af. Nee hoor. Hoeft niet? Gaan we het zo even afmaken. Nee, hoeft dat niet? Nee, dat volgens mij niet, nee. Dat vind ik jammer, want ik zit te kijken en te luisteren naar iemand die... Zullen we je of u doen? Je, graag. Die, en dat heb ik ook gelezen in al die interviews die ik over je gelezen heb. Want ik heb vaker met Bruno Bruins te maken dan met jou in mijn werk. Dus we hebben elkaar nog nooit gezien. Hè? Die heel erg begeesterd is met zijn werk. En toch kan je Carrie niet uitleggen. En hoor ik mensen zuchten in de zaal. En hoor ik jou dus opnieuw... Ja, ik wil hier drie dingen over zeggen. Ja. Frustreert het je dat je beleid, want dat is het, hè? Frustreert het dat jij beleid niet persoonlijk kan maken? Nou, kijk, heel vaak lukt dat wel. Maar het moeilijke is bij wat er nodig is in de jeugdzorg. Nee, ik vraag het aan jou. Ik vraag of het jouzelf, het is namelijk het persoonlijk gesprek. Het is maar dat je het weet. Oh. Ik dacht, wat zitten we hier nou te doen? Ja. Frustreert het jou dat je dat niet goed kan uitleggen? Want ik zie het wel eens vaker in gesprekken op tv. Dan probeer je met man en macht uit te leggen waarom je zo hard werkt aan bepaald beleid. Ja. En dan zie ik ook in je ogen dat je verdomme. En dan is het interview afgelopen. Ja, nou kijk, er zijn 1,2 miljoen mensen die werken in de zorg. Nee, er zijn ik vraag of je. Nee, maar frustreert het jou zelf dat je het niet goed kunt uitleggen? Ja, dat was ik aan het beantwoorden, Inge. Rustig aan. Ik had drie woorden gezegd. Nee, maar ik wil het wel over jou hebben. Ja, ik ga het ook over mezelf hebben, maar dan ga ik het vertellen aan je. Rustig aan. Kijk. Nou, dat contactmoment heb ik nog niet hoor. Kijk. Luister, in de zorg, het gaat altijd over dingen die mensen raken. Dingen die mij raken als ik ze hoor. Als ik Carrie zo'n verhaal hoor vertellen, denk ik, verdomme, dat zal toch niet echt waar zijn, weet je. Ik ga het morgen uitzoeken. Dat heb ik al besloten in mijn hoofd dan. Maar het punt is dat je natuurlijk niet op basis van één zo'n verhaal, dat kun je niet tekenend maken voor een hele sector. Nee, maar ik maak het macro. Hè? Dus ja. Het gaat mij erom. Jij bent jouw vrouw staat met haar poten in de klei, zoals je dat zo mooi zegt. Hè? Maar ja, die schoonmaatschappelijk werker. Ja. En je hebt ook wel eens gezegd van, als je het nou hebt over impact, dan maakt zij, hè, ik sta in de frontlinie en ik heb altijd de aandacht. Ja. Maar dat, wat zij doet is net zo belangrijk als wat ik doe. Ja, tuurlijk, maar dat is ook zo. En dat wil je toch ook laten zien, zelf ja, ook. Natuurlijk. Datgene wat je doet, dat heel erg belangrijk en is. En voor dat soort verhalen die jou raken of die mij raken, is een beleidsantwoord altijd onvoldoende. En daarom zaten we net ook een beetje langs elkaar heen te praten, denk ik. En toch hoort dat, als mij de vraag wordt gesteld, wat ga je doen? Dan is dat toch wel wat ik ga doen. Omdat dat moet. En iemand moet dat verhaal ook vertellen. Is er een verhaal wat jou... dat heb ik als interviewer. Dat je hebt een professionele houding. Hè? Tegenwoordig interview ik ook veel artsen. En daar zie ik hetzelfde. Ook veel artsen die met kinderen werken die kanker hebben. Daar zie ik hetzelfde. Er is altijd een bepaalde professionele houding die je nodig hebt. Die heb jij ook nodig als minister. Ja. Heb ik nodig als interviewer. En soms is er iets wat er gebeurt, iets wat je tegenkomt, iemand die je interviewt of een kind wat je behandelt en dan gaat hij er doorheen. Dan gaat hij door die muur die je nodig hebt als zelfbescherming heen. Hè, we worden allemaal wel we worden geraakt door wat we zien, omdat we in de zorg werken. Ja. Maar er zijn soms, dan gebeurt er iets met je. En vaak heeft dat te maken met iets wat ook jezelf raakt. Heb jij voorbeelden daarvan? Wat het dichtstbij komt, denk ik, maar dat heeft denk ik te maken met mijn tijd voor de klas. Wat het dichtstbij komt, dat zijn verhalen van kinderen. Verhalen van kinderen, van kindermishandeling thuis. Als ik terugdenk aan de verhalen van de kinderen uit mijn eerste klas, dat is bij leraren schijnt het altijd zo te zijn dat je eerste klas eigenlijk altijd nog het beste herinnert, met naam en toenaam. Ja, dan zijn dat de verhalen die mij het meest hebben geraakt altijd. En ook nu nog wel mij voor ogen staan op het moment dat ik mijn werk doe. En iets wat in jouw persoonlijke leven is gebeurd? Nee, dat niet zo. Dat niet zo, omdat daar niet... Ik heb niet van die hele heftige persoonlijke ervaringen uit mijn eigen leven. Nee, dat heb ik niet. Nou, dat vroeg ik me af toen ik me verdiepte in jou. Wat wel heel erg leuk was, hoor. Maar wat ik zag was een jongen van wie ik bijna dacht, goh, is die nou op zondag geboren? Is dit een zondagskind? Je hebt je beide ouders nog, die zijn geloof ik gezond. Ja. Je hebt een, wat ik
begrijp uit datgene wat ik lees. Ik weet natuurlijk niet of dat zo is, maar je hebt een leuke vrouw. Ik heb een onwijs leuke vrouw. Ja, nou, die ze heb je... kijkt ook. Dus ze kijkt. Nou ja, die, ook, ja. Ja. Je zou eens iets anders zeggen. Nee, ja, precies, inderdaad. Ja. Nee, maar straks ook weer naar huis. Je hebt die vastigheid van iemand die je al vanaf 4-5 HAVO kent. Ja, klopt. Hè, die jou dus ook door en door kent. Ja. Je hebt 2 gezonde kinderen, hoop ik, voor je. Ja. Je oma leeft nog. Nee, die is net overleden. Gecondoleerd. Ja. Hij was 100. Ja, nou, maar goed, je kan wel iemand heel erg missen. Dus dat zal voor jouw moeder, die volgens mij mantelzorger was, toch heel heftig zijn. Ja. Praat je daar ook over dan, met haar? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar kijk, mijn ouders heb ik gelukkig nog. Maar mijn ouders hebben me natuurlijk altijd enorm voorgeleefd. En ook daarin, dat je niet voor jezelf op de wereld bent, maar dat je er bent om iets te betekenen voor een ander. Dat heb ik ontzettend met de paplepel. Maar vind je jezelf een zondagskind, als je terugkijkt? Nee, ik snap dat je het zo zegt trouwens. Maar dat is net alsof alles je komt aanwaaien. En volgens mij heb ik overal hard voor gewerkt. En nog steeds, weet je wel. Iedere week werk ik me helemaal het schompus. En dat vind ik ook mooi om te doen. Ik vind het prachtig om te mogen doen. En gelukkig ben ik gezond en kan ik dat doen. Maar zondagskind is alsof het je allemaal komt aanwaaien. Dat is niet zo. Je moet overal hard voor werken. Maar jij bent iemand die, ik geloof dat Marja van Bijsterveld dat zei, hè, toen je assistent werd, van Hugo de Jonge, bij Nederlanders is het over het algemeen zo, ik weet niet of ze het zo formuleerden, maar dat is mijn invulling, dan hebben ze, ik weet niet hoeveel problemen. En dan voor al die problemen hebben ze dan net 1 oplossing, hè, want de rest is allemaal ja maar. Nou, als je Hugo de Jonge 1 probleem voorlegt, heeft hij onmiddellijk 3 oplossingen. Wat in jouw leven... Wanneer in jouw leven sta je met lege handen? Omdat er geen oplossing is. Wat een vraag. Zo zit ik gewoon helemaal niet in elkaar. Het is zo zieltogend allemaal. Ik zit echt anders in elkaar. Nee, maar dat hoeft. Ja. Het leven vraagt je soms niet. Ik bedoel... Natuurlijk heb ik niet overal een antwoord op. Alleen als ik aan het werk ben, ja, dan ben ik heel erg geneigd om inderdaad heel programmatisch eigenlijk mijn werk in te richten. Dit is het probleem. En wat zou dat probleem dan tot een oplossing brengen? En wat is de snelste weg om die oplossing te bereiken? En op welke manier ga ik dat doen? Dat zit automatisch in mijn hoofd, daar kan ik niks aan doen. Maar heb je ook het gevoel van overal is een oplossing voor? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Zeker in de portefeuille die ik nu mag doen, is voor veel vragen helemaal geen oplossing. Dat is ook zo, ja. Ja, maar dat is dus ook het frustrerende waarschijnlijk voor jou. Nee. Kijk, de dingen waar geen oplossing voor is, ja, die zijn gewoon zo. Lijden hoort bij het leven zelf. In het lijden van mensen kun je niet altijd oplossen. Maar je kunt wel kijken waar je het kunt verlichten. En ik denk dat als je dit werk mag doen, dan moet je ook zo... Als ik treurend bij de pakken neer ga zitten, of als ik denk, oh jee jongens, maar hier is ook alweer geen oplossing voor. En hier ook alweer. Wat hebben mensen eraan? Dus ik ben aangesteld om dingen te fixen. Ook eerlijk te zijn als de dingen niet te fixen zijn. Maar als ik een vraagstuk zie, ben ik inderdaad geneigd om er een oplossing te komen. Ja, dit is het persoonlijk interview, hè? Ja. Dus als ik het ook nou niet helpen, zo zit ik in elkaar. Nee, maar als ik het nou naar het persoonlijke haal. Ja. Hoe denk jij dat, omdat je zelf net zegt, nou eigenlijk... Ik heb overal heel hard voor gewerkt, maar heel veel tegenslag in mijn leven heb ik nog niet gehad. Klopt dat? Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Kijk, als het gaat over leed in mijn eigen gezin bijvoorbeeld. Nee, ja, met de kinderen gaat het goed. Ik heb een geweldige vrouw. Nou, laat ik het anders formuleren. Geweldige lieve ouders. Ja, laat ik het anders formuleren. Want mijn moeder zei vroeger altijd, elk huis heeft een kruis. Nou, ja. Ik loop al een tijdje mee. En ik doe ook heel veel in de zorg en privé ook het een en ander. Kijk je om je heen en denk je... Maar vooral al die verhalen die ik hoor, dan denk ik... Er staat helemaal geen gelijk. Er staat namelijk op één huis heel veel kruisen. En ik kom ook huizen tegen en dan staat er verdomme helemaal geen kruis. Dus welk kruis staat er op jouw huis? Nou, dat niet zozeer in ons eigen gezin, maar wel in de familie. Maar dat is niet aan mij om dat breed uit te meten. Natuurlijk niet. Die mensen hebben er allemaal niet voor gekozen dat ik dit werk doe. Dus dat ga ik niet breed uitmeten. En dat wil ik ook niet. Wij zijn een heel normaal gezin en een hele normale familie, waarin hele normale mensen dingen gebeuren en ook allerlei leed en tegenspoed gebeuren. Maar ik ben niet op zoek naar het leed, hoor. Ik ben zo op zoek naar hoe maar dat Hugo... ga ik niet uitmeten. Nee, hoeft ook niet. Maar hoe Hugo de Jonge reageert op het moment dat er persoonlijk leed is, waar geen oplossing voor is. Kijk, als stel je nou eens voor, hè, als er iets met de kinderen zou zijn, of als er iets met mijn vrouw zou zijn. Ik denk dat het moment is waarop het heel erg lastig weer te combineren is met het werk wat ik doe.
Maar ik zit inderdaad wel zo in elkaar dat als het gewoon gaat over de dingen die ik te doen heb, de problemen die gewoon op het bordje van de minister die zorg in portefeuille heeft terechtkomen, ben ik inderdaad geneigd om te denken, wat is het probleem, hoe kan ik het oplossen? En dan vind ik dat het niet mijn taak is om snikkend in een hoekje te gaan zitten of te denken, oh jee jongens, dit is allemaal niet meer op te lossen. Dat is namelijk vaak ook niet zo. Er is vaak wel iets aan te doen. Maar stel, jouw vrouw wordt ziek. Ja. In de periode dat CDA heeft gezegd van, nou, we zijn de grootste, ja. Wij leveren de premier. En stel, ja. dat jullie in het partij hebben gezegd dat moet Hugo de Jonge zijn. Ja. Maar jouw moeder. Zegt het nog heel voorzichtig. Ja. Kan. Ja. Ik wil geen gras voor de voet. Nou, nee. Maar je weet van haar, en dat kan bij iedereen. Ik bedoel, we zeggen wel eens van, dat gaat mijn deur voorbij. Maar het kan gewoon jouw deur bij jouw deur aankloppen. Ja. En stel, jouw vrouw heeft dus een ongeneeslijke ziekte. Ja. Half jaar. Maar jij wordt gevraagd om premier te zijn. En dan zou het dus kunnen zijn dat jij de mantelzorger kunt worden van je vrouw. Ja. Wat doe je dan? Dat, natuurlijk. Dat is toch geen keus. En als zij dan tegen... Ja, waarom geen keus? Ja, dat is dan je werk wat je te doen hebt. Dat is dan ben je thuis nodig. Dus dat natuurlijk. Dat is... En als zij zegt, nee maar Hugo, dit is wat jij precies wilde. Ja, dat maakt niet uit. Dat komt dan later weer een keer of niet. Weet je, dat heeft dan zo moeten zijn. Nee, maar dat is geen keus. Je leek me nu een heel moeilijk dilemma voor te leggen. Maar dan kies je natuurlijk gewoon voor thuis, toch? Dat is, nou, ik zie mensen die dat niet doen. Omdat men wil blijven leven zoals men leefde. En dat partners zeggen, ik wil... Je doet mij net zoveel plezier, ook al is het mijn laatste half jaar, als jij dat bereikt wat je wil uit. Dus het is geen dilemma, het is gewoon mijn vraag van, wat doet Hugo de Jonge in zo'n geval? Nou, kiezen voor thuis. Dat is echt geen spoor van twijfel. Kijk, het is allemaal best belangrijk natuurlijk wat we doen in Den Haag, maar thuis is echt veel belangrijker. Dat geldt echt voor al mijn collega's en dat geldt zeker ook voor mijzelf. Als je thuis nodig bent, heb je te zijn voor thuis. Ja. Ja. Maar je hebt, volgens mij hebben we dat gemeen, maar jij bent een ongeduldig typeje, toch? Ja. 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 Mantelzorgers, die hebben niet veel met ongeduld. Ik bedoel, je moet waanzinnig veel geduld... Wat voor mantelzorger zou je zijn? Nou, ik denk niet zo'n hele goeie, dat denk ik niet. Wel iemand die heel erg zijn best doet, dat wel. Dus zo, denk ik, ja. Maar in de zin van, zijn best doet? Ja, ik zal echt alles keurig doen wat er van me wordt verwacht. Alleen, ik weet niet of daar mijn allergrootste talent ligt. Maar natuurlijk, als je thuis nodig bent, ben je thuis nodig. Tot zover. Dames en heren, Inge Diepman. Over de helft, één te gaan. Komt-ie aan. Ja. Hallo Hugo. Hey. Hi. Hi. Ah. Zo, alles wel? Ja, met mij wel. Ja. Met jou ook? Met mij ook, ja. Zeker. We gaan het niet over je persoonlijke leven hebben. Nee. Of over mantelzorgen. Mijn, een glaasje water. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wou het met je hebben over politiek. Ja. Want daar hebben we nog niet heel veel over gehad. Nee, helemaal niet zelfs. Vind je het goed dat ik je even terugneem in de tijd? Ja. 10 jaar geleden, 2 oktober 2010. Weet je nog waar je toen was? 2 oktober 2010. Even denken. Was dat congres waar jij die DVD van hebt? Ik heb de DVD inderdaad. Jij hebt de DVD, ja, precies. Ja. We gaan hem een keer afspelen. 8 uur lang, inderdaad. Het beroemde CDA-congres in Arnhem. Ja. Daar werd op een gegeven moment gehandeld met briefjes. We gaan even een paar leuke herinneringen ophalen. Dan. Nee. Ik blijf maar heel kort. Heel kort. Maar in dit geval wel even relevant. Er werd gehandeld met briefjes en er moesten allerlei verschillende kleuren de lucht in. De vraag was, gaat het CDA in een coalitie, een gedoogcoalitie met de PVV? Weet je nog wat je toen hebt gedaan? Ja, ik heb voorgestemd. Heb je nog vaak aan dat moment teruggedacht? Ja, best wel. Best wel, omdat het heel veel... omdat het voor mij staat voor de manier waarop ik graag politiek bedrijf. Ik moest eraan terugdenken toen wij in 2014 een coalitie moesten vormen na de verkiezingsuitslag in Rotterdam. Mm-hmm. Waarbij de uitslag ook totaal versplinterd was. Leven Rotterdam, verreweg de grootste was. Maar die konden alleen maar een coalitie vormen als ze daarbij werden geholpen door een aantal andere partijen. En dat was voor een aantal was dat een niet naturelle samenwerking. Nou, dat kon je over de samenwerking met de PVV kon je dat ook wel zeggen. Maar mijn basishouding is altijd toch wel dat als je in de politiek om het enkele feit dat je het met elkaar oneens bent, al niet tot samenwerken kunt komen, dan geef je daarmee geen goed signaal af aan de samenleving. Dus je zou het weer doen? Als het weer... Dat is iets anders. Dat is iets anders, omdat natuurlijk, kijk, toen was men nog niet getest in een verantwoordelijke rol.
nu is men wel getest geweest in een verantwoordelijke rol. En laten we op zijn minst zeggen dat het geen succes was. Dat eerste kabinet. Niet alleen geen succes was voor onze partij, want natuurlijk het CDA heeft daar een enorme knauw van gehad. Maar ook voor het landsbestuur geen succes was. Nee. Maar ik vind dat in de basis, dat moet de basishouding vind ik zijn, dat je in beginsel bereid bent om samen te werken. Fast forward naar 2021, verkiezingen gehad. Ja. Forum voor Democratie blijkt de grootste partij van Nederland zijn geworden, of de nummer twee, wie zou het zeggen. En de vraag ligt weer op een CDA-congres. Ja. Gaan wij met Forum voor Democratie regeren? Ja. Waar gaat de hand van Hugo de Jonge omhoog of omlaag? Het eerste wat ik daarover ga zeggen is dat je iets te fast forward gaat. Want we zitten namelijk gewoon in de tweede helft van deze kabinetsperiode. En dit is al een hele korte kabinetsperiode. Dat weten we, maar dit is het enige jaar zonder verkiezingen. Dus als we nou de hele tijd over de verkiezingen 2021 gaan praten, dan komen we niet aan ons werk toe. Dus ik vind niet dat wij op dit moment alvast de formatie moeten doen, terwijl er nog verkiezingsprogramma's moeten worden gemaakt, nog lijsten moeten worden ingesteld, de kiezer nog moet spreken en daarna pas is akkoord. Die formatie aan de orde. Prima. Maar dat ben je met mij eens, toch? En tegelijkertijd zou ik best ook het antwoord willen geven wat ik een keer op een vraag van een collega van jou heb gegeven. Van zie je het voor je? Vind je het logisch dat zou gaan gebeuren? Mm-hmm. Op zich heb ik diezelfde basishouding natuurlijk. Van je moet met iedereen in beginsel willen samenwerken, maar vind je het logisch? Ja, dan kan ik me heel moeilijk voorstellen hoe dat eruit ziet in één kabinet met Baudet, die volgens mij ook wekelijks nog iets meer zijn best doet om te zorgen dat überhaupt samenwerking wel heel erg... Maar dat is bijna een soort, dat is bijna een soort nieuwsanalyse van de verschillen zijn wel heel erg groot, maar er zit geen principiële stellingname achter. Maar het gaat niet zozeer over de verschillen, want ik denk dat je, dat vind ik nou juist, dat je in beginsel moet je kunnen samenwerken met partijen die hele andere dingen vinden. Dat is, deze samenwerking in deze coalitie is ook geen hele naturele samenwerking. Ja, het zijn allemaal partijen van het midden, zou je kunnen zeggen. Maar de liberale flank en de conventionele flank, dat zijn wel echt hele andere partijen met een heel ander mensbeeld. Ja. En toch vind ik dat je die samenwerking aan moet gaan. Dat je ondanks die verschillen tot afspraken moet kunnen komen. En juist iets anders doen dan dat, namelijk niet willen samenwerken omdat je verschilt van opvatting, vind ik een gek signaal naar de samenleving. Ja, maar genoteerd is geen barrière in de samenwerking met Forum voor Democratie of de PVV. Maar de vraag zou kunnen zijn, vind je het logisch en of vind je het voorstelbaar? En dan vind ik het eerlijk gezegd niet voorstelbaar. Die flirt met fout rechts, dat continue complotdenken, ik zie gewoon niet goed vormen hoe je daar een zinvolle samenwerking of een zinvol kabinet mee kunt vormen. Nee. Noord-Brabant. Ja. Wat vind je daarvan? Daar gebeurt het op dit moment. Dat is eigenlijk de proeftuin. Ja, maar dan ga ik je ook toelichten wat ik daarvan vind. Ik vind dat Noord-Brabant zelf moet kiezen, het CDA in Noord-Brabant zelf moet kiezen met welke andere partijen je programma moet verwezenlijken. We zijn een ledenpartij, we zijn een partij van onderop. Ik zou het heel raar vinden als ik met allerlei landelijke directieven zou komen over met wie wel of niet mag worden samengewerkt in Noord-Brabant. Maar de partij toch bemoeit zich toch gewoon met informatie? Nee, nou ja, er zullen zonder twijfel mensen meedenken, maar die formatie wordt echt in Brabant zelf gedaan. En dat vind ik ook goed. Iedere andere manier van bemoeienis zou ik onlogisch vinden. Ook Limburg heeft zelf zijn keuze gemaakt over met wie de samenwerking zou plaatsvinden. Zuid-Holland heeft dat ook gedaan. Daar is ook, zijn ook de gesprekken gevoerd. Nou, uiteindelijk is dat afgeketst. Dat is echt aan daar. En waarom is dat? Omdat je lokaal je programma maakt, omdat je lokaal je lijsten maakt en dus ook lokaal moet zien met wie je de samenwerking aangaat. En dus is het echt aan Brabant. En zul je zeggen, kan je daar niet dan principieel ook van zeggen wat je daar als partij... Ja, principieel vind ik dat het aan Brabant is. Omdat ik het heel raar zou vinden dat een ledenpartij van onderop, dat daar ten aanzien van de samenwerkingspartners landelijke directieven zouden gelden. Dat zou heel gek zijn. Is er een grens? Is er een grens voorstelbaar? Bijvoorbeeld als we naar Forum voor Democratie kijken, dat je zegt van als die wordt overschreden, dan is er wat mij betreft geen samenwerking mogelijk. Ja, die is er wel. Volgens mij geef ik die eigenlijk net al aan. Juist door die flirt met fout rechts, zoals ik dat dan maar even kortheidshalve noem, denk ik dat het heel moeilijk is om daar overheen te stappen. Om daar overheen te stappen en te zeggen, nou kom, dan gaan we toch die samenwerking maar aan. Dus dat lijkt mij heel erg ingewikkeld. Ik vind dat gewoon niet goed voorstelbaar hoe dat in één kabinet tot een zinvolle samenwerking zou moeten leiden. Omdat je... En dan ook continu daarmee bezig bent, daarop moet reageren. Dat is gewoon niet goed voor een stabiel landsbestuur. En kijk, waar ik heel erg in geloof, is politiek van het midden. En politiek van het midden is geen keuze uit verlegenheid of zo, of het gemiddelde tussen links en rechts. Maar politiek van het midden wil zeggen dat je vanuit het midden tot oplossingen komt. Dat je probeert
conflicten te beslechten. Dat je probeert het tegenover te zijn van de polarisatie die toch al in de samenleving plaatsvindt. Ik vind dat het CDA ook echt als taak heeft om de partij tegenover de polarisatie te zijn. Maar wie zet die koers nu uit bij het CDA? Want het CDA is in feite leiderloos, zou je kunnen zeggen. Ja, het CDA Noord-Brabant zou kunnen doen wat ze willen. Ja. Je ziet de partij ook zwalken, als ik het even onaardig mag zeggen. Dat is wel heel onaardig, hè? Nou ja, kijk naar bijvoorbeeld de laatste tijd. Ze hebben een koersdocument gepresenteerd, zij aan zij. Ik ga dat niet allemaal in detail bespreken, maar dat is een... Je zou kunnen zeggen, een klassiek CDA-verhaal over rentmeesterschap, over zorgen voor de wereld. Ja. Er werd gezegd, een echt Hugo de Jonge verhaal ook. Politieke midden, afstand nemen van kapitalisme. Tegelijkertijd is het CDA ook de partij die op dit moment flirt met de boerenlobby. Die zegt van het Mestdagzuivelfonds, dat moet toch ook maar gehoord worden in de Kamer. Dat is ook dat, met hun stikstofgegevens, die kunnen we ook tegenover het RIVM zetten. Dat is toch weer een heel ander verhaal. Er wordt gepraat met Forum voor Democratie. Waar staat het CDA op dit moment? Nou, dan rommel je wel heel veel dingetjes aan elkaar. With all the respect natuurlijk. Kijk, wat we hebben te doen is met elkaar een verhaal maken voor de toekomst. En als ik daar een antwoord op zou moeten geven, dan is het inderdaad dat wij het tegenover hebben te zijn van polarisatie. Dan is het dat wij... eigenlijk op de drempel van dit nieuwe decennium goed onder ogen moeten zien dat eigenlijk alle grote dingen die staan te gebeuren allemaal leiden tot grote onzekerheden en grote zorgen bij mensen. Waarop wij een antwoord hebben te formuleren, waarop het politieke midden überhaupt een antwoord heeft te formuleren. Of dan gaat het over migratie bijvoorbeeld, of dan gaat het over de vergrijzing die geweldig veel van ons gaat vragen in de zorg, maar ook in de pensioenen. Als het gaat over klimaatverandering en eigenlijk bij al dat soort grote vraagstukken, leidt dat tot onzekerheden van mensen, leidt dat tot zorgen van mensen. En die zorgen die uiten zich in groepen die tegenover elkaar komen staan. Generaties die tegenover elkaar komen te staan. Maatschappelijke groeperingen die tegenover elkaar moeten staan. En juist daarom geloof ik zo in de politiek van het midden. Omdat je daarin recht wilt doen aan die verschillende zorgen die er zijn in de samenleving. En daar een weg in wil kiezen. En dat is de partij waarbij ik me thuis voel. Een partij tegenover de polarisatie. Een partij die echt een volkspartij wil zijn, alle lagen van de bevolking wil vertegenwoordigen, een politiek van het midden wil bedrijven, daar voel ik me bij thuis. En dat staat in dat zij-aan-zij document. En volgens mij iedere CDA'er die je daarop bevraagt, voelt zich bij dat type politiek thuis. En het is waar, we zijn onderweg naar een nieuwe lijsttrekker, dat is waar. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Nou, volgens mij zal dat net na de zomer zal dat het geval zijn. Kijk, ja, lijsttrekkers heb je nodig op het moment dat je een lijst moet kiezen. Dat is natuurlijk een beetje als een politiek leider vertrekt. Vroeg in een kabinetsperiode, ja, dan zit je met de logische situatie. Ja. Dat je een vicepremier hebt die leiding geeft aan het smaldeel in het kabinet. Dat je een fractievoorzitter hebt die leiding geeft aan de fractie. En een voorzitter die leiding geeft aan de partij. Ja. En geen naturele lijsttrekker. En dat, natuurlijk, dat is niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als het gaat over het uitdragen van één beeld naar buiten toe. Wat soms toch ook wel heel erg vast zit aan die persoon. Maar het is even niet anders. We kiezen weer een lijsttrekker op het moment dat er weer een lijst moet worden gemaakt. Wanneer beslis jij of jij in de race bent voor het lijsttrekkerschap? Ik wil dat eigenlijk doen vlak voordat het moment echt daar is. Dus ik ben nu... Ja, dus ik ga daar niet... Ik ga even daar niet, over nadenken. Nou ja, omdat ik ga daar niet heel lang van tevoren over besluiten. Gewoon eerlijk, omdat ik er gewoon ook nog niet uit ben. Kijk, wat ik wil is dat de nieuwe lijsttrekker van het CDA gaat helpen om die partij weer het grootste te maken. Ik denk dat dat kan. En als Wopke dat goed kan en als hij in die context daarin de beste kansen heeft, moet hij het gaan doen. En als ik daarin de beste kansen zou hebben, dan doe ik het. Maar ik wil dat wel op dat moment bepalen, dus niet zo ver van tevoren. Dat kan ook niet, denk ik. En in hoeverre bepaal je dat zelf, of heeft ook het bestuur daar een rol in? Want een lijsttrekkersstrijd is een gebeurtenis met een hoog afbreukrisico voor politieke partijen. En dat heeft het CDA natuurlijk ook ervaring mee. Ja, kijk, ik ben uiteindelijk zou ik... Maar goed, het is aan de partij, hè. Het is niet aan mij om die procedure uit te vogelen. Ik zou denken, een beetje lerend ook van het debakel bij de Partij van de Arbeid de vorige keer, zou ik denken, nou, volgens mij moet je niet per se uitzien op een lijsttrekkersstrijd. Volgens mij brengt dat niet altijd het beste in de partij naar boven. Dus ik zou ervoor zijn om uiteindelijk gewoon te kiezen voor degene die daarin de meeste kansen heeft. Ja, te kiezen voor, wie doet het dan? Nou, dat moet je dus op dat moment bekijken. Ik kan met u afspreken, je bent de eerste die ik bel, maar ik weet niet of dat helemaal klopt. Misschien dat ik eerst een ander bel. Ik beslis het ook niet. Dus nee, ook wie beslist dat dan?
dat uiteindelijk doet het bestuur natuurlijk een voordracht. Dus uiteindelijk is dat aan het bestuur. Ja. En dit kan een dubbelvoudige voordracht zijn, kan een enkelvoudige voordracht zijn. Maar goed, de procedure is echt aan het bestuur. Nog één ding hierover. Dat helaas. We zijn echt uit de tijd. Dames en heren, Guus Valk. Ja. Dankjewel. We moeten streng zijn. Kom bij de mee. Ja. Kom bij de mee. Guus, daar op de bank. Hey. Zo. In het hoekje. Hé, maar die jeugdzorg, Barry. Kijk. Zo. Dat kan natuurlijk niet in 12 minuten. Zo. Er is een heleboel gebeurd. Ja? Ja. Wat ik alleen al opvallend vond, want je had drie totaal verschillende fysieke houdingen. Dus bij het interview met Carrie ging je voorover zitten. Jij ging ook naar achter zitten. Jij bent natuurlijk heerlijk een meesteres in het ontregelen. Plekken wisselen, tutoyeren. Je ging zelf voorover zitten, ging hij naar achter zitten. En bij Guus Valk kreeg je gewoon alsof je in de huiskamer. Dus gewoon deze, zal ik maar zeggen, zo. Guus spreek ik het meest. Misschien is dat het. Misschien is dat. Mag ik even ja. met Carrie beginnen? Carrie, hoe kijk jij terug? Ik vergat toch vragen te stellen. Oh, ik dacht dat ik heel erg een college had gegeven hoe het moest. Wat me inhoudelijk tegenviel, maar we gaan het niet nog een keer doen, nee. was dat we het niet eens waren over het feit dat het heel slecht ging. Dus dat vond ik jammer. En ik vond het jammer dat ik je niet over kon halen tot het maken van een deltaplan. Ja. Omdat ik denk dat het nodig is, want dat vond ik jammer. Maar als je kijkt naar het verloop van het gesprek, hoe kijk je daarop terug? Ja. Kijk, als je zit te kijken, is het interessant dat jij dat hebt. Voor jou is het een persoonlijk onderwerp. Ja. En het fascinerende is dat hij eigenlijk een beleidsantwoord geeft. Dus ja, maar dat blijft de hele tijd. Dat weet je in alle drie de gesprekken. Ja. En dat vind ik wel jammer. Ja. En dat heb ik ook wel eens anders gezien. En dan vraag ik even, wat meneer de Jonge. Ze legt ook op tafel de persoonlijke link erbij. Ja. Ze geeft ook aan dat ze wat moeite heeft met de bureaucratische beleidsantwoorden. Ja. Heeft u nog een keuzemoment dat u denkt, ik ga mee in het emotionele, persoonlijke? Of kies u ervoor om... Nee, niet bewust. Het is wel, volgens mij ging dat gesprek stroever dan strikt genomen noodzakelijk was. en om deze reden. Kijk, beleidsantwoorden op zeg maar, hele emotionele vragen of hele emotionele betogen, dat is altijd tekort. Dat doet altijd tekort zeg maar, aan de emotionele lading van de voorbeelden die je noemt. Dus daarin zag je dat het stroef ging, zeg maar, dat het langs elkaar ging. En dan is 12 minuten te kort om te kunnen bijschakelen. Zeg maar. Dat probleem hebben we altijd. Maar toch even kijken, ik heb een paar opmerkingen gemaakt dat je zegt, complexiteit verdient nuance. Nou, dat is ook echt Nee. Vervolgens krijgen we het persoonlijk pleidooi wordt geparkeerd als terugverlangen naar vroeger. Je neemt ook de regie in de handen door de hele te zeggen, laat ik daar een paar dingen over zeggen. 2-3 dingen. Dus dan geef je rol je eigenlijk al de loper uit voor je eigen pleidooi. Ja. En het interessante is dat u natuurlijk ook donders goed weet dat u daarmee eigenlijk het initiatief voor een deel eigenlijk overneemt. En er eigenlijk op afstand houdt als het gaat om een echt contact maken. Maar dat is. Dat klinkt al wel heel onvriendelijk. Dat is niet bewust. Nee. Maar wat wel. De bewuste kant ervan is wel. Dat stel je nou eens voor dat ik mee zou gaan. Dat ik zeg, ja, maar inderdaad, Carrie, het is ook... En dat mijn snikkert in mekaars armen vallen en dat ik meega. Dan is het vervolg, kan zijn, ofwel nieuws, de jonge dubbele punt, deltaplan, jeugdzorg nodig. Terwijl, weet je, ik ben ontzettend bezig met het maken van een brief, waarin we inderdaad al die wijzigingen die we nodig vinden aan het uitwerken zijn. Die brief moet in maart naar de Kamer. Dus zo'n bericht tussendoor veroorzaakt alleen maar onrust. Dus ik ben inderdaad wel in mijn hoofd bezig met... Dan. Ja, maar dat moet altijd. Het meest extreme voorbeeld is de persconferentie na de ministerraad. Dan moet je helemaal zesdimensionaal in je hoofd hebben wat er allemaal kan gebeuren met de zinnen die je uitspreekt. Want voor je het weet worden dingen nieuws die je helemaal nooit als nieuws hebt bedoeld. En daar ben jij natuurlijk in getraind. Want als domineeszoon denk ik dat je al als klein jochie wist dat alles wat je zegt of doet, dat toch uitvergroot wordt. Ja, maar het verschil is wel dat als je het zegt terwijl je geen openbare functie hebt, niks aan de hand. Als je het zegt, als je wethouder bent, ook al is dat van een vrij grote stad. Nou, is daar wat aan de hand in het ADRD en op Rijnmond. Maar als je het als minister of als vicepremier zegt, dan is het gewicht van alles wat je zegt veel groter. Dus je moet er inderdaad veel behoedzamer in zijn. Dus ik kan niet met jou vrijelijk filosoferen. Er is een livestream, er zitten misschien wel een paar mensen in de zaal die er ooit eens een keer een stukje over zouden kunnen schrijven. Dus ik kan niet een beetje vrijelijk... Gaat dat allemaal door uw hoofd heen als u in dat gesprek zit?
Ja, ik kan, ja, natuurlijk is dat zo. Dus ik wil zo open mogelijk zijn, maar ik kan niet vrijelijk gaan zitten filosoferen over iets waarvan de implicatie is dat ik in een ingewikkeld debat in de Kamer terecht kom. Ik ga even inbreken. En dat zag ik ook in het gesprek met Inge Diepman. Dan op een gegeven moment is hij erg bezig met de oplossinggerichtheid. Dat in aanstekelijke enthousiasme, meen ik echt, wat u op allerlei plekken in Nederland dagelijks laat zien. Het punt is, wat u dan vraagt ze door en dan maakt u eigenlijk een keuze die het eigenlijk niet is. Dan zegt u, ja, wat heeft iedereen eraan als ik huilend in een hoekje ga zitten? Dat is het andere, totaal andere uiterste dan wat eigenlijk de vraag is. En dan zeg je, ja, als ik daar moet kiezen, nee, dan kies ik voor de oplossgerichtheid. Maar je maakt eigenlijk een keuze die niet voorgelegd is. Die maakt u zelf. Ja. U zet er een totaal 180 graden iets tegenover. En dan zegt u, ja, vanuit dat perspectief kies ik voor dit. Maar dat was de vraag niet. Oké. Ik ben met oprechtheid. En nogmaals, ik ben het niet eens, maar dat vind ik een interessante mechanisme om te aanschouwen. Want kijk, heel simpel, dat met die jeugdzorg. Voor mij hoef je niet mee te gaan in een deltaplan om wel te zeggen, goh, ik heb als wethouder daar toch anders tegen die plannen aangekeken dan dat ik het nu bezie als minister. En eerlijk is eerlijk, sommige dingen zijn eigenlijk gewoon veel slechter uitgepakt dan bedacht. Ja. En daarmee is misschien de vraag, is de jeugdzorg beter geworden wat de belofte was? Moeten we misschien wel met nee beantwoorden? Dan zijn we nog helemaal niet bij een deltaplan. Maar wel met een conclusie die Carrie naastig naar op zoek was. Ja. Nee, anders doe jij de interviews Het fascineert mij hoe dat werkt. En ik vind het ook, het is voor een deel misschien zelfs professioneel zelfs. Ik heb natuurlijk, over de jeugdzorg heb ik natuurlijk heel erg veel gesprekken. En dat is ook niet. Ik bedoel, onderweg in de auto zat ik nog de brief te lezen die in maart naar de Kamer moet, zeg maar. Dus de stappen die we daarin gaan zetten, die ik in november heb aangekondigd, die nu inmiddels ver zijn in de uitwerking ervan, die heb ik al echt goed in mijn hoofd zitten. Dan kan ik niet meegaan in een analyse die volgens mij gewoon ook echt geen recht doet aan de variëteit van de praktijk, hoezeer ik ook enorme zorgen heb. Ik bedoel, ik heb niet alleen maar applaus gehad toen ik zei, ja, ik ga inderdaad ingrijpen, ik ga inderdaad bijsturen. Sterker nog, ik bedoel, de meeste wethouders van Nederland dachten wel, hier een Gunter, en we hebben het nog maar 5 jaar, en wacht nou eerst eens eventjes af tot wat wij dat dan gaan maken. Maar nee, dat doe ik niet, want ik zie dat het op een aantal punten niet goed gaat. Tegelijkertijd, ja, ik kan niet zeggen dat het allemaal heel erg slecht gaat, of wat dan ook. Dat doet ook geen recht. Goed. Dat ik grote zorg heb, dat zeker wel. Ja, genoteerd. Bij promenade zou zeggen, waarvan akte? Inge Diepman. Het was aardig om even te vertellen. Van tevoren hebben zij natuurlijk aan ons allemaal verteld wat de strategie is. En Inge Diepman had eigenlijk dat veel over je gelezen en een beeld daarbij. En die zei, ik ga eigenlijk op visexpeditie. Ik ga gewoon eens gewoon kijken wat er gebeurt en ergens contact maken. Hoe is dat verlopen volgens jou zelf? Nou ja, heb je gebeten, Hugo? Nee. hadden wij contact? Misschien komt dat door mij, hè? Maar ik vind die vragen over maar heb je dan nooit eens een keer dat je ook, wat was het precies, dat je met je hand in het haar zit, of heb je nooit eens een keer dat je, weet je, dat staat zo'n eind af van hoe ik in elkaar zit, zeg maar, dat ik het heel moeilijk vind om op die vragen op een goede manier antwoord te geven. En volgens mij vond jij dat irritant. Nee, ik vond het helemaal niet irritant. Dat is juist waar ik naar op zoek was. Omdat ik zo benieuwd ben hoe jij gaat reageren als morgen een van je kinderen doodziek is en gaat overlijden. Dus wat doe je? Nee, ik ben vorige week in het Prinses Maxima Centrum geweest. Dus ik heb een aantal van die kinderen even op mijn oog verliezen. En ik doe heel veel in de kankerzorg. Dus ik kom gewoon regelmatig tegen me. We zeggen allemaal, het overkomt mij niet. Nou, soms wel. Dan is het zo ook boeiend om te zien hoe mensen reageren in situaties als je in situaties waarbij het leven gewoon geen oplossing biedt. En dat is eigenlijk een beetje wat Carrie ook natuurlijk dagelijks in de werk ziet. Dat het leven soms even geen oplossing voor handen heeft en dat er een verschrikkelijke situatie voor doet. Dus het was precies dat waar ik van tevoren zo'n moeite mee had om te denken van, goh, hoe kom ik nou te weten? Of wat ik van tevoren ook duidelijk zei, is what you see is what you get. Of dat Hugo meer is dan dat. Ik denk dat je absoluut veel meer is. Dus dat ik vermoedelijk, als ik een uur langer met je zit en jij me gaat vertrouwen. Want je zat heel erg op de modus van, ja, wat is het nou voor een dilemma? En dan pakte je het om. Ik moest je continu bijsturen door te zeggen van, dit is een privévraag. Dit is geen werkvraag. Maar zelfs de privévragen, die beantwoord je alsof het werk is.
En ja. Volgens mij dan heb je langer dan 12 minuten nodig om daar doorheen te komen. Dus het waren geen strikvragen. Ik was gewoon benieuwd, okay. Omdat ik in mijn werk zo vaak dit soort dingen tegenkom. En ook merk dat het leven niet altijd een oplossing heeft. Dit is het antwoord op de vraag hoe heb jij het interview beleefd, Inge? Maar even nu, meneer de minister... Nou, ik zei, dit zijn niet mijn favoriete interviews. Nee. Nou, dat dacht ik al. Ja. Al dat, ja, weet je, ik zit jou dan aan te kijken en denk, welk antwoord ben je nou toch eigenlijk naar op zoek, joh? Dat was het hem juist. Ik zoek gewoon naar het antwoord wat er in jou zit. Ik zat te denken, waar zit je nou naar te vissen? Nee, maar dat vind ik zo erg. Nee, waarom? Nee, omdat ik gewoon een gesprek wil met mensen. Ja. Ik word gek van interviews waarbij... Gewoon een gesprek. Nee, maar lekkere setting voor gewone gesprekken. Hallo. Dan moet je langskomen op kaart. Mag ik even tussendoor? Nee, maar dan is het mislukt. Omdat er ook mensen tegen mij zeiden... Oh, wauw, ik ben helemaal vergeten dat er camera's waren of dat er mensen waren. Omdat we uiteindelijk contact hadden. En dat betekent voor jou dat je altijd, wat je net ook zei... dus continu je bewust bent van je omgeving, van je functie, van wat je zegt. En wat. Nou, je raakt het ook wel eens kwijt. Aan een talkshow, tafel, 's avonds laat, raak je het ook wel eens kwijt. Moet ik zeggen, omdat dat dan zo'n oog, voor het oog in ieder geval een huiselijke setting is, dan raak je het wel eens kwijt. Maar, nou ja, dit soort interviews zijn niet helemaal mijn cup of tea. Dat is één ding waarom het al niet? Nooit als thuis zal voelen, zeg maar. Oh, maar waarom niet? Ja, omdat ik het idee heb dat je naar iets zit te graven, zeg maar, waar ik geen behoefte aan heb om dat te delen ofzo. En ik vind het ook een vraag... Wat nou als je kind ernstig ziek wordt? Ja, dat is gruwelijk. Laat je alles uit je handen vallen en dan ga je dat doen. Maar dat is niet zo. Dus laat ik niet alles uit mijn handen vallen en ben ik gewoon aan het werk. Dus, maar als het wel zo is, ja, dan we'll cross that bridge when we get there, zeg maar. Ja, zo is het. Dat kan ook. Toch? Ja. Maar dan moet je toch ook voorstellen dat dus blijkbaar dan het een ander effect heeft dan door jou gewenst op dat moment. Als het in die zin een beetje op slot gaat en zegt, ja, dat dilemma dat... Maar ik vond even nog een ander punt, want dat kwam ook mooi in dat interview met Inge langs. Is natuurlijk die permanente motor die staat op die oplossingsgerichtheid. Ja. Ik zou me bijvoorbeeld ook voorstellen dat je kinderen af en toe, als je kinderen iets vertellen. Ik heb zelf twee kinderen ook, en als die wat vertellen. Dan ben ik ook altijd dat je denkt als vader, ja, dan moet je dit doen, dan moet je daaraan denken. En soms kan een kind wel zeggen, ik vertel jou het niet omdat ik vier kant-en-klare oplossingen van je vraag. Maar gewoon dat je even luistert. En dat, laten we even nu bij het zieke kind, laat ik even los. Ja. Staat die motor zodanig de hele dag aan dat of... Het eerlijke antwoord is ja. Zo staat die motor elke dag aan, inderdaad. Dat is het eerlijke antwoord. Maar ik heb natuurlijk heel veel lieve mensen om me heen die zeggen, doe eens even rustig. Ga eens eerst even luisteren. Wie zijn dat? Woordvoerders, politiek adviseur. Mijn vrouw is toch wel de strengste adviseur thuis. Dus die zeggen, joh, even dimmen. Ga nou eens gewoon eerst even luisteren voordat je gelijk de oplossingen hebt naar anderhalve zin. Dus ja, dat zit een beetje, ja, zit er wel heel erg in. Ik kan het wel tijdelijk uitzetten, maar nooit echt. Een paar minuten. Want dan zeg ik het gewoon niet, maar dan heb ik in mijn hoofd heus wel die oplossingen. Toch, ja. Dus dan, ja. Guus, we zijn bij jou uit. Ja, er gebeurde toch op bepaalde punten waar we toch een beetje voor, wat we al een beetje hadden gezien, dat mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Ja, zeker. Ja, jij noemde net al van, laat ik daar twee dingen over zeggen. Ja, weet je wel. Ik heb drie dingen daarover te zeggen. Ja, maar de derde is juist het belangrijkste. Ja. dus dat gebeurde inderdaad, de filibuster, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd, dat hoort er ook een beetje bij een politiek interview, denk ik. Over het algemeen was het voor mij ook wel een interessante les, want normaal gesproken neem ik tijd voor gesprekken en voor interviews. Maar kan ook best in 12 minuten, dat is wel efficiënt. Ja, maar dat is echt voorbij, voel je er erg in. En dan ga je naar die klok kijken en dan denk je van, Maar, dus het was voor mij ook wel interessant, van je moet heel snel natuurlijk to the point komen. En normaal denk ik van, nou, laat hem gerust 5 punten noemen, dan kan ik daarna nog wel, in een kranteninterview kan dat. En meestal neem je dan een uur, anderhalf uur of meer. Dat gaat nu niet. En dat is inderdaad best ingewikkeld, ja. Zeker omdat, ja, politiek is natuurlijk altijd al een lastig gespreksonderwerp, in die zin dat je heel snel in een soort groef valt, natuurlijk. Ja. Zowel als interviewer als, ook als politicus, denk ik. Ja. U krijgt dagelijks die vraag, gaat u zich kandideren en wanneer en hoe. Dus of je het leuk vindt of niet, daar ontstaat een soort automatisme, toch? Ja, een soort metaalmoeheid. De eerste twee interviews waren wat dat betreft heel verrassend. Ja. Geen enkele vraag over het lijsttrekkerschap. Nee. Dus dat was een verrassing. Nee, ja, natuurlijk, die vraag krijg je heel vaak. Maar ik vind het ook logisch. Je bent vieze
premier. Ja. Het zou je tot een deel toch niemand zijn, een vicepremier. Vicevoorzitter, een vicepremier. Nou, dat zegt mijn dan wil je dus toch ook de ja. echte dan worden. Oh, oké. Okay. Ja. Ik bedoelde niet de associatie. De zegt het. Maar Guus, heel even. Kijk, wat de insteek van Guus was, en dat heeft hij ook hier van tevoren verteld, is dat je zegt, je moet op een gegeven moment ook, zeker als mogelijk partijleider, is natuurlijk dat je op een gegeven moment bepaalde principes en grenzen aangeeft. Ja. Waar je voor staat en wat een rode lijn is. En ik, het vermoeden bestaat, was natuurlijk toch dat je zegt, ja, waar zitten die dan bij u? En ik begrijp politiek gezien dat je niemand kan uitsluiten. En de lokale Brabant, die mogen dat allemaal zelf beslissen. En tegelijkertijd denk je, maar de vraag van Guus, hè, is er überhaupt een grens? En zo, ja, waar ligt die dan? Nou, volgens mij ben ik ontzettend ver gegaan om op die vraag een antwoord te geven. Maar het was een beetje alsof Guus zei, kom, geef me de hand, dan huppelen we even het politieke mijnenveld in. dat was dit 12 interview. Minuten, maar, het is inderdaad 12 minuten. En het is inderdaad ook niet helemaal voor het eerst dat ik deze vraag heb gehad. Dus dat maakt het, denk ik, doable. Maar op zichzelf genomen was dit natuurlijk een gruwelijk moeilijk interview. Want je hebt in 12 minuten heb je te weinig tijd om het echt goed uit te leggen. De basishouding zeg maar, van mij in hoe ik in de politiek sta en waarom ik juist wil samenwerken, ook met mensen die juist heel erg ver van je afstaan, is nou juist omdat ik geloof dat mensen dat van de politiek mogen verwachten. Dat overbruggen van kloven, van verschillen. En tegelijkertijd, weet je wel, bij alle uitlatingen van Baudet denk ik, ah jongens, hoe krijg je het je strot uit, weet je wel. Dus ik heb diezelfde aarzeling heb ik natuurlijk ook bij echt samenwerken. Tegelijkertijd is dat een vraag die ik nu niet kan beantwoorden, omdat die nog niet aan de orde is. Als we halverwege de rit de hele tijd maar zitten te zeggen, met die zou ik niet meer willen samenwerken, en die wil ik uitsluiten, en die wil ik uitsluiten, en die wil ik uitsluiten, dan heb je gewoon geen kabinet in 2021, ja. toch? Ja. Dus daar moet ik ook, vind ik, behoedzaam in zijn. En daarnaast, ik vind ook, dat kan ik ook niet zomaar even op eigen gezag zitten te doen. Dat is ook een besluit wat je als partij neemt natuurlijk. Dus de vraag die en heel erg terecht wordt gesteld, is tegelijkertijd ook te ontijdig om op een zo'n manier te kunnen beantwoorden zoals je het eigenlijk zou willen horen. Mm-hmm. En tegelijkertijd ben ik, denk ik, best wel heel ver gegaan in hoe ik daartegen aankijk. Laat ik dat onderwerp dan toch afronden met één vraag. En ik verwacht van u dat u daar meteen een eerlijk antwoord geeft. Ja of nee? Als, moet er nog extra geld als, Rutte, ja of nee? Als Rutte doorgaat als lijsttrekker voor de VVD, is dat gunstiger voor u of voor Wopke Hoekstra? Nou, dat maakt niet uit. Ja, dat maakt wel uit. Dat weet u ook. Nee. Dat maakt echt uit. Nee, dat maakt niet uit. Nee, ik denk dat wij in alle gevallen de grootste kunnen worden. Zeker. Ja. Dus dat mag. Maar u zegt dus, dat maakt niks uit. Nee. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Guus? Waarom denk jij, Martijn? Wat denk jij waarom dan? Zou dat uitmaken? Nou ja, je zou kunnen denken dat, en dat zijn ook volgens mij best wel partijgenoten die dat van u vinden, die zeggen, een Wopke Hoekstra zou qua persoon daar makkelijker en beter tegenop kunnen. Dus met andere woorden, als hij niet door zou gaan, zou het beter voor u zijn. En hij voert ook een hele andere campagne, want u bent ontzettend druk bezig het land in te gaan. Veel die CDA-afdelingen. U bent veel lezingen aan het geven, dus er wordt flink gewarming up, zou ik maar zeggen. Ja. En er is toch, en dat weet u ook, want ik vertel u helemaal niks nieuws, ook binnen uw partij wordt er met grote ogen gekeken, wat doet Rutte? En dat doet u ook. Natuurlijk, het is altijd fijn om te weten bij wie in de ring staat. Dus natuurlijk wordt er gekeken naar wat doet Rutte. Overigens denk ik dat hij doorgaat. Ja. Daar durf ik wel een kratje... dat durf ik op te zetten, ja. Maar weet je, het maakt niet uit. Het maakt in zekere zin het niet uit. Omdat je moet als CDA je eigen wedstrijd spelen. En je moet komen met diegene die het CDA het grootste kan maken. En weet je, er wordt altijd een enorme rivaliteit verondersteld tussen Wopke en mij. Maar u bent wel geschikt, hè, om het te doen. Maar dit gesprek hebben wij samen. Wie zou het meest geschikt zijn? Ja. Natuurlijk. En dat heb je met een klein clubje die daar over meedenkt. Wie zou het meest geschikt zijn? Dat heb je ook nog wel eens thuis op de bank, dat gesprek. Ja. Wat denk jij daarvan? Ja. Ja. Met die zin gaan wij nu afronden. Dames en heren, geef een warm applaus onze gast vandaag. Ja, hey, dankjewel. Joh. Niemand minder dan de vicepremier Hugo de Jonge. Dankjewel. Houdt u de handen op elkaar voor Carrie, Inge Diepman. Ik zei het gesprek echt nog en Guus, dank jullie wel. Ja. Want volgens mij zitten we helemaal niet zo gek daar van de kamer. Dank jullie wel ook allemaal weer voor het komen. Ik meld jullie dat wij, dat komt nu op het scherm te staan, Lilian Marijnissen, de partijleider van de SP. Daar staat ze 19 april.
in dit theater. We hopen natuurlijk weer een groot getale te zien. En ik sluit niet uit dat we rond mei mogelijk misschien wel met nog een gast komen. Voor nu, dank u wel. Wel thuis en tot aan de bar. APPLAUS